Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Wij willen heel graag blijven wonen in het huis waar we nu wonen. We hebben daar alles gelijkvloers, kamer, keuken, slaapkamer, douche en toilet. We wonen daar prettig, maar we hebben gekeken en we beschikken over de financiële middelen om mensen in te huren als dat nodig is. En dat zullen we dan ook zeker doen. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en ons in laten schrijven bij de sociale huurwoning. Als een van ons beiden wegvalt, weten we niet hoe het financiële plaatje er tegen die tijd uit zou kunnen zien. Dus dat hebben we altijd achter de hand. We hebben nagedacht, moeten we nu verhuizen of over, ja, nooit of een keer. Maar we hebben er duidelijk voor gekozen om te blijven wonen waar we nu wonen. Omdat als we gaan verhuizen, kost dat eigenlijk ook weer heel veel energie. Je moet je huis verkopen, je moet een ander huis kopen, je moet van alles regelen. Dus dat kost je zeker 2 jaar. Dus we hebben gedacht van, nou, laten we die tijd gewoon gebruiken om te blijven wonen en leven zoals we nu doen.